Het directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland en het directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemse zullen volgens minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport een naamswijziging ondergaan. Het voorstel van de naamswijzigingen van de directoraten werd eerder al gedaan door ABO-parlementariër Obed Kanapé. De discussie, voorzitter, over de naam van het directoraat Afro-Surinamers Binnenland wordt positief ontvangen door het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. Het ministerie heeft dus daarom het voorstel met betrekking tot de naamwijziging van het geachte lid Kanapé Obed bekeken en kan zich daarin terugvinden om de naam te veranderen naar Duurzame Ontwikkeling Tribale Volken en Duurzame Ontwikkeling Inheemse Volken. Dus het betekent dat u dan mondelingen achter van wijziging vraagt? Jawel. Ja, tot verleend. Wij stellen dus derhalve voor om vooruitlopend op de verwachte administratieve afhandeling met het ministerie van Binnenlandse Zaken de directoraten als volgt te vernoemen. Directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemse naar Directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemse Volken en Directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland naar Directoraat Duurzame Ontwikkeling Tribale Volken. Goed, ik verleen daarvoor acht. Kanapé is ingenomen dat de regering mee is gegaan met dit voorstel en kijkt uit naar de uitwerking. We hebben gehoord de overname van ons voorstel om de naam van het directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland en ook het directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemse, de wijziging die de minister de regering heeft overgenomen. We danken de minister daarvoor. En kijken uit naar de beleidsuitwerkingen voor deze directoraten en de beleidsactiviteiten. En blijven daar onze ondersteuning aan geven. DNA-voorzitter Marinus B. benadrukte dat het voorstel van naamswijzigingen zijn overgenomen. Maar dat de verdere administratieve handeling nog zullen worden uitgewerkt. Dit onderwerp kwam vandaag ter sprake tijdens de tweede ronde van de begrotingsbehandeling over het dienstjaar 2022.